otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Een hele goede morgen. We zijn in de slaapkamer. We hebben alles al klaargezet. Stofzuiger neergezet. Aangesloten. De schuurmachine was het ductup een beetje losgelaten. Heb ik even opnieuw aan elkaar vastgemaakt. Ik heb even een beetje de boel weg neergezet zodat ik ruimte heb. En ik heb toiletpapier in mijn oren gedaan. Want ik heb geen koptelefoon of wat dan ook voor mijn gehoorbeschadiging. Dus ik heb het maar even zo gedaan. En ik ga denk ik hier in het hoekje beginnen. Bertus heeft ook allemaal nieuw schuurpapier erbij gedaan, een heleboel stukjes. Hij heeft er twee gedaan, zodat als de een overhit raakt, dat ik dan de andere kan gebruiken. Kijk, deze is het. Hij zit aangesloten ook op de stofzuiger. En zodra deze aangaat, dan gaat de stofzuiger als het goed is ook tegelijk aan. Dus dat is wel super handig. Nou, we gaan hem even testen of die daadwerkelijk ook werkt. Als het goed is, als ik hierop klik, dan gaat hij aan. Ja. Kijk, ik hoor hem gelijk zuigen. Zo, het begint al aardig te komen. En als je goed kijkt, zal even misschien de lamp er iets op schijnen. En dan zie je dat, waar ik wel ben geweest. Kijk, misschien zie je het zo een beetje, zo. Ongeveer. Maar goed, hier zie je dat ik wel ben geweest. Dit gedeelte, hier zo, en daar ook. Ik doe het zo. En hier hierom dit ook, hier ben ik ook geweest. Ik ben alleen niet hier geweest, omdat hier natuurlijk mijn bed komt te staan, of ons bed. En er komt ook nog een vloerkleed op de vloer, dus eigenlijk blijft er vrij weinig over van de vloer. Maar het is natuurlijk wel mooi voor het aangezicht en waar je dat hout dan ook ziet dat het een beetje opgeschuurd is. En ik moet zeggen, het is best wel moeilijk, want ik krijg niet alles heel goed weg. Ik kan even een voorbeeld laten zien. Kijk, zoals dit soort groeven hier zo, dit is wel moeilijk. Kijk, hier zaten ook een heleboel krassen. Maar dat heb ik net wel goed best wel al een stuk weggekregen. Maar helemaal weg krijg ik het niet, denk ik. En ik weet dat velen van jullie al gaan zeggen, ja, dan had je een vloerschuurmachine moeten huren of nemen. Maar ja, jongens, je moet ook een beetje aan de centen denken natuurlijk. En Bertus was natuurlijk zo aardig om mij de schuurmachine te lenen. Dus ik doe het gewoon lekker met de hand. Kijk, ik kan hier het ook misschien wel een beetje laten zien. Dit is wel gedaan en dat is niet gedaan. Dus ik vind het al best wel aardig netjes worden. En zoals ik net ook al zei, er komt een bed op, er komt een vloerkleed op. Dus uiteindelijk zou je er vrij weinig van blijven zien van die vloer. Want zo'n grote slaapkamer is het natuurlijk ook niet weer. Maar toch, voor het aangezicht is het wel netter. Als het een beetje opgeschuurd is, allemaal één kleur. En dan ga ik zo meteen denk ik naar de bouwmaat en dan ga ik even bijts halen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat voor kleur bijts ik de vloer ga bijtsen. Demi zegt transparant. Ik zeg misschien toch een kleur, ietsjes een beetje eiken, misschien een beetje richting grijs of misschien een beetje richting bruin of kastanje, ik weet het niet. Maar dat ga ik nog even met Demi zo meteen overleggen, die is nu bij de groothandel. Dus ik ga nog even verder met schuren. Wat dan weer? Nou, verschrikkelijk. Nou, echt hè? Nou, we zijn aangekomen. Ja. Dus we gaan even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Allemaal leuke dingen. En die laten we straks ook even zien op beeld. Gaan we allemaal even showen. Ja. 2 hours later. Ta-da-ta-ta. Hey, ja? Die formulier erin laten? Ja. Oh, hey. Hoppakee. Uit
pakken. Hartstikke idee. Oh, mensen. Ik denk dat we wel twee keer moeten lopen. Nee, wel nee joh, ik ben sterk. Ik ben het gewend, hè. Dus zou haak maar aan. Haak maar aan. Wel, even wachten. Dus één, dat is twee. Dat is een drie. Ja. En dat is een vier. En dan heb jij een hand vrij om de, hallo, de deur open te doen. De deur open te doen. Mensen, dat is een vijf. Yes. Zo, en nou, kijken waar de sleutels zijn. We zijn er. Dan gaan we naar binnen, broodje eten en beginnen met de liveshow. Ja, de buurvrouw die kijkt al. Dat is ze nou weer, denkt ze. En dan gaan we daarna de liveshow doen. Ja, ik heb eerst kijk, je brengt een parkeerauto pakjes af en ombrengen. Ketzorger. Even kijken, de sleutel. Jurgen is onderweg. Voor de naaimachine op te halen. Ja. Doet hij het? Ja, maar dat is echt zo'n vervelende sleutel. Oh. Zo. Oh. Hartstikke idee. Het is hier donker. Nou, hè? Even hier op. Zo, lichtjes aan. Idee. Even boven kijken, want had ik nou de deur op slot gedaan? Hey, ziet er goed uit. Ja, ik heb al één keer de hele vloer helemaal gedaan. Zo, wat een verschil, hè? En nu ga ik, ik leg het kleed neer. En dan ga ik precies alleen om het kleed heen. En dan ga ik nog de kleine dingetjes. Kijk hier. Zoals dit hier. Zie je dit? Ja? Hoe netjes dit nu is? Ja. Er zat een iets diepere groef in. Nou, het was echt gewoon helemaal stuk. Gewoon kapot was het. En wij zijn ook geslaagd. Ja? We hebben tassen vol. Gelukt. Allemaal. Deze colletjes in allemaal kleuren. De collet die je moeder heeft in allemaal kleuren. Maar ook nog een beetje dat gebreide heel lang en kort. Ja. Ook in verschillende kleuren. Dus we gaan nu even showen en daarna gaan we nog een bestelling opbrengen. Oh, in Rotterdam. Maar je moet heel veel zo even naar de gamma. Ja, dan moet je dat even nu doen. Dan heb je nu en anderhalf uur moet je terug zijn. Oké, okay, dan ga ik nu. Want ik moet even spullen bij de gang ophalen. En je moet even zeggen wat voor kleur bijt je wil. Ja. Tada, daar zijn we dan. Ik ga alles in. Ik heb alles gehaald. En hier zijn de kooltuintjes. Is jouw maat? Dit is mijn maat. Dat is wel makkelijk, want ik heb hem nu natuurlijk aan. Ja. Dus die hoef ik al niet aan te doen. Nee, die kun je zo showen. Kijk hoe mooi. Hij is ook lang. Maar hij is ook heel goed stretch. Dus het is echt wel dat je deze aan kan van maat XS tot en met zeker maat 40. Ja, sowieso. En die zijn er in deze kleuren. In het blauw. Zie je het goed? In het groen. Dus heel mooi olijfgroen. Heel mooi. In het beige, die had ik gisteren aan op de vlog. Ja. Dit is de roze, nou die heb ik nu aan. Dat is oud roze. Zacht roze. In het rood. In het zwart. En in het roomwit. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleuren. We zeiden 5, we dachten 5, maar het is zelfs 7 kleuren. Mooie kleuren. En ze kosten... $24,95. Dat zijn die. Zullen we die even hierop leggen? Ja. En dit zijn degene die ik aan heb. Ik heb hem nu in het zwart aan. Zit heel mooi. Ook aan de lange kant, hè? Dus ook aan de lange kant. Lekker over de billen. Kunnen jullie zien? Hij loopt echt goed over de billen. En deze is van maat 42 tot 48 zeker. 48. Ja. Ook die... deze is heel stretch, hè? Hebben we ook. Kijk. Ja, die zit echt top. En die kool die sluit echt heel mooi aan. Maar die zit niet dat je zegt van, oh, kool, weet strak, je wel, strak of zo. Die hebben we in het groen. In het blauw. In het beige. In het zacht roze. Dus oud roze eigenlijk. Ja. In het zwart natuurlijk, die heb ik aan. In het
rood. En ook in het roomwit. Dus eigenlijk alle kleuren die Demi heeft, hebben we ook in de grotere, vollere maten. Allemaal deze kleuren. Dus er zijn er ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleuren. Nou hebben we hier voor de vollere maten, die heb ik ook al boven liggen van mezelf. Die heb ik al aangehad. Een heel leuk tuniekje. Dus met een V-hals. Groen. En oud roze. Super leuk. Het is een heel mooi stofje. Dun. Niet te dik. Dus als je het snel warm hebt of wat dan ook. En die zijn ook €29,95. We hebben deze. Deze gaat Demi aandoen. Dit zijn de nieuwe mode. Dat is dat wat iets korter. Ja. Iets korter van voor en iets langer van achter. Welke trek je aan? Zal ik deze doen? Ja. Trek jij die maar even aan. Oh, dan komt Demi al aan. Loop ik ook even een rondje? We lopen gewoon rondjes om elkaar heen. Ja. Kijk, lang van achter, kort van voor. Met een mooie open hals, dus hij zit niet helemaal zo. Super leuk staat hij, zeg. Leuk, hè? Hij ziet ook echt lekker. Ja, hij staat echt super. Ik zou er eigenlijk gelijk eentje aan doen als ik jou was. Nou, dat wou ik ook doen. Dus deze, heerlijke stof. Hij zit ook niet strak bij de mouwtjes, dus hij zit overal lekker soepel. Ja. En deze mag natuurlijk ook ietsjes aan de oversized kant zijn, dat hoort natuurlijk ook. Nou, kijk. We draaien om elkaar. Welke zal ik nu aan doen? Dat doe je zo in aan. Kijk, dit is ook van hetzelfde. En dan voor de wat vollere maten. En deze zijn, die staat je ook erg leuk. Deze zijn allemaal €39,95, dus de prijs valt ook wel mee. Alles wat er nu aankomt is allemaal €39,95. Dan hebben wij in dezelfde kleur, overigens. Ja. Deze. En last, but zeker not least. Zo zegt ze dat toch? Ja, is dat zo? Is deze. Dit is ook een volle maat. Lekker lang. Een klein spitje aan de zijkant. Ja. Zit super lekker deze. Is een heel mooi dun materiaal. Het is eigenlijk hetzelfde materiaal als van de kooltruitjes. Ja. En die hebben we in het taupe. Dus de taupekleur. In het chestnut. En in het zwart. Maar mocht u het nou heel erg leuk vinden, hij is er ook in het rood en in het roomwit. Alleen die hebben we niet genomen. Wij vonden deze kleuren leuk, dus... Het staat ook heel erg mooi. Ja. De rug aan de zijkant is ook leuk, hè? Ja. Het zit gewoon top. Heel erg leuk. Zo. Ik zit in de auto. Even de gordel om. Ik ben net klaar, tenminste klaar. Ik ben op de helft met het schuren. Maar Demi en mijn moeder die moeten zo meteen weer iets doen. In ieder geval, ik weet eigenlijk niet zo goed wat. Maar die hebben in ieder geval de auto weer nodig. Dus ik kan nu even de auto meenemen. En dan kan ik even naar de Gamma. Want daar heb ik een bestelling gedaan met de verf. En alle spulletjes die ik nodig heb om de kamer verder af te maken. Dus die ga ik nu even ophalen. Want ik werd er straks gebeld dat ik die kon ophalen. Dus ik ga dat nu even snel doen. Kijk, deze vrouw die is ook heel druk bezig. Die is allemaal stenen uit de kruiwagen aan het tillen. Maar goed, ik ga nu even naar de Gamma spulletjes ophalen. En dan rijd ik ook nog even naar de bouwmaat. Want ik heb ook vloerbijts nodig. Want ik ga zo, als ik klaar ben met schuren, de hele vloer in de bijt zetten. Maar dat gaan jullie zo zien. Zo. Oké, kijk eens. Grote emmer latex. Dan heb ik hier nog de andere spullen voor het verven. Een verfbak, verfrollers. Ik kreeg ook nog deze erbij om de latex mee door te roeren. Zo. Kit. Maar deze kan ik beter even voor innemen. De primer. En ja jongens. De kleur. Waar de muur mee wordt geverfd. Je kunt al een beetje zien. Zo, ik ben weer thuis.
En ik was natuurlijk nog even een tweede keer over de vloer heen gegaan met schuren. Ben ik daar gebleven. En wat ik nou had gedaan is, ik had het kleed even neergelegd zoals het kleed willen hebben. Heb ik ook al uitgelegd volgens mij. En dan ging ik er nog even één keer helemaal omheen. En dan ging ik even alle grove dingetjes en vlekjes ging nog even helemaal precies netjes na. Zodat als je dan om het kleed heen helemaal super strak is. Ik heb natuurlijk al de vloer één keer helemaal gedaan. Ik heb even alle verf en andere spullen die ik heb gehaald, die heb ik allemaal naar boven toe gehaald. Die heb ik even op de andere kamer neergezet. Dus ik moet hier nog een klein stukje. Dat ga ik even afmaken. En dan ga ik zo meteen... Dat is toch wel een heel ander gezicht. Ik zal even de lamp. Kun je het misschien iets beter zien. Kijk eens. En dan komt natuurlijk grotendeels komt er een kleed. Dus eigenlijk de hele vloer in Venetië maakt ook niet heel erg uit. Maar ik dacht, ja, als ik dan toch bezig ben, dan doe ik gewoon alles. Maar hij helpt er wel van op. Nou, nu moet ik even wachten totdat hij droog is. Dan kan ik het laatste stukje achter de deur nog. Dus ik ga even naar beneden. En... De muur, de naad in het plafond, is nog steeds niet droog, het stuksel. Dus ik moet nog steeds wachten met het primeren van de muur voordat ik de muur kan gaan verven. Het duurt echt super lang met dat stuksel. Maar ja, moet maar wachten, hè. 1 hour later. De vloer die is al helemaal opgedroogd. En dan ben ik nog steeds aan het wachten op die plekken op de muur, zoals jullie daar kunnen zien. Ze zijn nog steeds niet droog. Oh, daar ging het... De stekker, die viel uit de stroom. Ik moet er even in doen. Zo. Het is een beetje zwaar voor het stopcontact. Dat valt dus deze uit. Maar goed, wat ik dus wou zeggen. Is, ik ben gewoon verplicht te wachten totdat die plekken dus droog zijn. Anders kan ik gewoon nog niet gaan primeren. Dus ik moet wachten. Dus de vloer is klaar in ieder geval. Dat is helemaal goed. En nou ja. Ik kan nu alleen nog maar wachten. Dus ik denk dat ik pas morgen weer verder kan. Je had ons geroepen? Ja, wat denk je wat? Vertel. Hebben wij ons helemaal de krimpen gezocht naar de schaar? Krijg ik net een appje van iemand? Zat de schaar in het pakketje wat zij besteld had? Dus is de schaar daar aangekomen? Die hadden... Oké. Ze zegt, volgens mij heb ik deze niet besteld. Die zat dus gewoon tussen de spelletjes. Ik wist hier sowieso niet vanaf. Dus... Nee, maar ik heb lopen zoeken. Ja, ik wist het ook niet. Ik wist helemaal überhaupt niet van de schaar die kwijt was. Wisten dus, jullie dat? Bij hey. Maria. Volgens mij heb jij dat pakketje ingepakt. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb geen idee. Ik denk ik geef een extra cadeautje weg in deze tijd. Dus nu moet ik even terugrijden om het op te halen. Dus, nou, dat kan maar niet. Dat is bij Groningen. Oh. Ja, dat is een hele eind. Wat zei je? Hou die schaam maar. Dat zou ik, dat ga ik nu zeggen. Want we halen wel een ander. Je hoeft hem ook niet op te sturen. Even kijken. Nee, want ze zegt, zal ik hem opsturen? Ik zeg, nou nee. Laat me zitten. Ga ik dat zeggen? Even kijken. Dat is in Zonnebreugel. Oh, dat is... Dat is geen Groningen, Brabant, ja. Toch? Die kant op helemaal... Ja, ja. Ik zal het wel even tegen haar zeggen dat ze hem niet hoeft terug te sturen. Foutje, bedankt. Het mysterie van de verdwenen schaar. Is opgelost. Is opgelost. Ja, maar jij wist er meer van. Dus nu heb je het gewoon achtergehouden gedaan, hè? Jij. Ja, je hebt gewoon achtergehouden gedaan. Kijk eens wie er is van een wereldreis. Waar ben je allemaal geweest? Alphen aan de Rijn, Leiden, Delfthaus, Gravenzande, Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Dordrecht. Rotterdam. En toen weer terug. Zo, dus je hebt een flinke reis gemaakt. Dordrecht ook zo? Ja. Capelle aan de IJssel en toen eerst Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Dordrecht. En toen hierheen. Dat was dus een hele flinke reis. Ja. Ja.
Iedereen blij, ik krijg allemaal appjes, hè? Nee. Leuke spullen, leuk, allemaal lief. Iedereen zegt, oh, het ruikt zo lekker, oh, het is zo fijn. Krijg een berichtje binnen, die ene vrouw. Maritza. Oh, je hebt niks te veel gezegd over de kooltruitjes. Ze zijn zacht en mooi. Marita, ja. Ze zijn helemaal lekker. Zijn ze ook. Dus. Dus. Wil je ook nog een kooltruitje of je een leuke kreukentrui? Laat het even weten. Oh ja, dus je dat jij mij vroeg of ik een leuk kooltruitje wil. Ja, jij hebt een leuk kooltruitje. Ik hoef geen kooltruitje. Was het in de kamer, goed? Goed. Heel goed. Vloer is af. Vloer is af. Nee, Daniel gaat geen vloeren schuren, toch? Nee. Nee, alleen maar stukwerk. Nee, alleen maar stukwerk. Maar goed, morgen ga ik verder met de kamer. Ga je verven? Morgen ga ik verven. Oh, misschien toch? Ja, en dan hoef ik eigenlijk nog alleen de plinten te plaatsen en dan is het af. Oh, en dan kan de boel erin terug. Dan kan de boel weer terug. Dus dan kunnen we weer van het kleine kamertje naar de grote kamer. Dus vorig weekend slaap je daar? Denk het wel. Oh, dat zou wel lekker zijn. Ja, want van het weekend is de UFC. Dus dan kan ik zo vanuit mijn bed, midden in de nacht, kan ik UFC kijken. Maar goed, dat gaan jullie nog allemaal zien deze week. We gaan nu al deze vlog afsluiten. Dus, vonden jullie het nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren hieronder. Doe het delen. Ja. Want we willen naar die 14.000 abonnees toe. Ja, eerst zijn er 20 en nu naar de 14. Ja. Nou ja, is het eerst... hoog gegeven? Laten we eerst die 14 eventjes aantikken. Deel alsjeblieft de vlogs op jullie Facebook, zodat we en vragen of mensen gezellig abonnee willen worden. En dan zien we jullie morgen weer. Doei! Doei!